Hi allemaal, welkom bij Fem. Ten eerste, sorry, ik zie er een beetje moe uit. Ik ben vannacht teruggekomen uit Ibiza op een persreis en ik heb echt 10 uur geslapen in 4 dagen. Dus ik voel me niet helemaal topfit. Ik ga er een vlog van maken voor mijn eigen kanaal. Dus die zal ik beneden wel even ergens linken, zodat jullie die ook kunnen zien. Vandaag leek het me leuk om een video te maken met een paar redenen waarom het leuk is om een blog te beginnen. Ik blog zelf al best wel lang en ik ben echt, nou ja, het is echt de beste beslissing die ik ooit genomen heb eigenlijk om een blog te gaan beginnen. En ik vind niet dat je alleen een blog moet beginnen omdat je denkt dat het je werk kan worden of omdat je gratis spullen of iets wilt. Maar nou ja, ik vind dus dat er heel veel andere redenen zijn waarom je een blog kunt beginnen. En omdat heel veel mensen al zomervakantie hebben, dacht ik, heel veel mensen hebben nu tijd. Dus het is wel leuk om nu misschien een blog te gaan beginnen. Dus hier zijn mijn 3 redenen waarom ik vind dat jullie allemaal een blog moeten beginnen. Ten eerste is iets online hebben zoals een blog gewoon een hele leuke herinnering voor jezelf. Toen ik begon met bloggen was het niet de bedoeling dat ik een hele fashion blog of iets ging beginnen. Maar ik postte zelf heel erg veel foto's op Facebook. En ik dacht, nou ja, misschien wel een beetje irritant voor al mijn Facebook vrienden. Misschien moet ik het ergens online zetten. Want ik deed zoveel leuke dingen en ik vond het wel leuk omdat ergens vast te leggen en als herinnering te hebben eigenlijk. Dus ik dacht, nou ja, als ik dat online ergens zit, dan heb ik gewoon een leuke diary online. Dat ik bijvoorbeeld over een jaar kan terugkijken wat ik allemaal gedaan heb en dat kan lezen. En ja, het is gewoon leuk om zo'n online diary te hebben. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat iedereen dat leest. Het kan ook gewoon voor je familie en vrienden bijvoorbeeld heel leuk zijn dat zij zo kunnen kijken wat jij allemaal aan het doen bent. En dat zij ook over een jaar kunnen terugkijken wat je allemaal gedaan hebt. Ten tweede vind ik het van het bloggen echt super leuk dat ik zoveel leuke nieuwe mensen heb leren kennen. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik heb best wel veel nieuwe vriendinnen gemaakt. Het zijn echt gewoon goede vriendinnen geworden en die heb ik echt door het bloggen leren kennen. Je komt toch vaak, ja, als je bijvoorbeeld zelf net blogt, dan laat je bijvoorbeeld af en toe comments ergens achter. En dan gaan misschien mensen bij jou ook comments achterlaten. En zo leer je soms online mensen kennen die je dan op een gegeven moment in het echte leven ook leert kennen. En nou ja, soms komen daar vriendschappen uit voort, wat natuurlijk super leuk is. Toen ik begon met bloggen was ik 22, denk ik. Nou, dat is best wel een leeftijd waarop je vaak niet heel snel meer nieuwe vriendinnen maakt. Omdat je gewoon, nou, je hebt je vrienden en je hebt je werk en ja, je doet gewoon wat je doet eigenlijk. En nou ja, je gaat beginnen niet vaak meer met een nieuwe hobby of iets. Dus met het bloggen vond ik het wel heel leuk om heel veel meiden te leren kennen die allemaal, ja, dezelfde interesses als ik hebben. En gewoon ja, dezelfde dingen leuk vinden. Dus dat is echt, als ik daar nu aan terugdenk, dat zou echt gewoon, alleen dat zou al een reden zijn om een blog te beginnen. De 3e reden om een blog te beginnen is omdat je je creativiteit heel erg kunt ontwikkelen. Je moet natuurlijk heel vaak nieuwe content schrijven en nieuwe artikelen maken met foto's of filmpjes of leuke teksten. En daardoor moet je altijd, ja, proberen iets nieuws en iets leuks te verzinnen wat leuk is voor mensen. En ik ben zelf echt door het bloggen zoveel creatiever geworden. En in fotografie ben ik heel goed geworden. En ik vond fotografie altijd wel heel erg leuk. Maar door het bloggen heb ik echt gewoon dat ik elke keer van mezelf er beter in moest worden. Of dat ik beter moest worden in Engels schrijven. Of dat ik beter moest worden in sowieso in het schrijven in het algemeen. Maar ook in dingen zoals Photoshop. Ik vond het gewoon leuk om dat soort dingen te leren. Zodat ik leuke foto's bij mijn blogpost kon doen. En nou ja, omdat ik natuurlijk over mode blog, ben je heel veel bezig met hoe je nog leukere outfits en nog leukere make-up of sieraden. Of hoe je jezelf, zeg maar, leuk kan aankleden. Als je een blog hebt, ga je jezelf echt uitdagen om steeds leukere dingen te bedenken om online te zetten. Waardoor je eigenlijk de hele dag creatief bezig bent, wat natuurlijk altijd heel erg leuk is. Als 4e reden om een blog te beginnen, dat is iets waar je eigenlijk misschien niet echt heel erg aan zult denken, maar dat is wel echt waar. Het is heel erg goed voor je cv en om mee te nemen bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken en nou ja, als je een nieuwe baan zoekt. Het is eigenlijk, je kunt het ook gebruiken als een portfolio voor jezelf. Sowieso wordt het heel erg gewaardeerd bij heel veel bedrijven dat je een blog hebt, want dat betekent gewoon dat je, nou ja, dat je zelf gewoon een verantwoordelijkheid ergens voor kan nemen en dat je zelf initiatief toont om iets zelf op te zetten. En daarnaast is het heel erg goed dat je bezig bent met online, want online is natuurlijk voor elk bedrijf super belangrijk. En als jij veel weet van bijvoorbeeld WordPress of Photoshop of ja, van alles wat je met je blog kunt leren, het is gewoon echt heel erg goed op je cv en om te kunnen vertellen tijdens een sollicitatiegesprek. En daar heb je sowieso echt een, ja, een plus mee.
Ik heb wel gestudeerd en ik ben ook afgestudeerd. Maar ik heb echt in de afgelopen 3 jaar van het bloggen zoveel skills opgedaan en dingen geleerd. En ik denk, ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dat gewoon nooit had kunnen leren bij een baan de afgelopen 3 jaar. Omdat ik natuurlijk mijn eigen baas ben geweest en alles zelf moest ontdekken. Is het gewoon, ja, ik heb zoveel geleerd. Maar ook al wordt het niet je fulltime baan of doe je het gewoon als hobby ernaast, dan nog zul je heel veel leren, waardoor je gewoon extra dingen op je cv kunt toevoegen waarschijnlijk. En je, ja, iets aan mensen kan laten zien. Ja, dit waren mijn redenen om een blog te beginnen. Ik ben heel benieuwd. Als jullie een blog hebben, laat dan even hier beneden je blog achter. Dan kan ik even naar jullie blog kijken. Of laat even achter waarom je wel of niet een blog wilt beginnen. Lijkt me wel leuk om te lezen van iedereen. Ik heb trouwens mijn eerste video op mijn kanaal geüpload. Die zal ik hier ook linken. Het is een vlog en er komt overmorgen weer een nieuwe vlog online. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zie jullie snel weer. Doei!